Hebben jullie al enig idee hoe het is ontstaan? Nee, er is geen enkel idee wat ik hier zou aan kunnen halen, wat de oorzaak zou kunnen zijn. Het brandt er nu ook nog steeds. Is dat dan niet gevaarlijk om dan ondertussen al te gaan slopen? Juist daarom gaan we nu slopen, zodat de sorteergrijper de brandende delen eruit kan halen en wij die af kunnen blussen. Hoe lang gaat het denk je nog duren om het hier allemaal weer klaar te krijgen, zeg maar? Ik heb al fors afgeschaald. Hè. We hadden hier vanochtend veel meer materieel, vooral heel veel water en veel tankautospuiten. Die zijn allemaal terug. We hebben hier nog 2 eenheden staan en ik verwacht dat we die nog tot 10, 11 wel hier houden. Ja, het is vreselijk voor de eigenaars die hier ook rondlopen en waar ik wel nauw contact mee houd. Vooral omdat we nu toch dingen gaan slopen die eigenlijk dan nog gered zijn. Maar deze woning die zal volledig herbouwd moeten worden, willen ze hier weer gaan wonen.